Wijk TV De Veluwe is even de Maas overgegaan. Want er is zo'n mooie samenwerking verband hier met een runroute. Een bridge to bridge run. De bridge to bridge run inderdaad. Ja. Een halve marathon. En, ja, en bij mij heb ik de heer Van der Lauw. Maar zeg maar Wim. Nou, goedemorgen Wim. Goedemorgen. In alle vroegte zijn we hier al in Nederasselt vandaag. Ja, Nederasselt zijn we precies, gemeente Heumen. Ja. Een bridge-to-bridge run, ja. Wat is dat? Nou, eigenlijk is het in het kader van 80 jaar bevrijding. Dat met name de Graafse brug, maar die brug die is er nu inmiddels niet meer in Heumen. Ja, die had een hele belangrijke rol zeg maar, in de oorlog. Dus vandaar het idee van bridge-to-bridge in het kader van de bevrijding. Is dit de eerste keer dat zoiets gebeurt? Ja, dit is de eerste keer dat we echt een bridge-to-bridge run. We doen wel als Stichting Nederasselt Gezond organiseren we iedere keer de uiterwaarderun. Maar dat is echt 5 kilometer, 10 kilometer en 1,5 kilometer. Ja. Dat is echt wat minder dan dit. Ja. Ja. Dus, dit wordt een hele mooie route, hè? Want de zon schijnt. Het is heerlijk weer, lijkt mij, om te rennen. Het is echt fantastisch. Het is inderdaad, het weer is hartstikke mooi, maar de route is ook heel erg mooi. En het is ook een hele snelle route. Ga je zelf ook rennen? Nee, ik heb 2 weken geleden nog gelopen. Ik heb nu de eer om voor te mogen fietsen. Okay. Dus ik moet iedereen de weg wijzen. Dat. Nou, dat is ook een hele belangrijke taak, want wie weet waar je anders uitkomt. Nou ja, ik moet ze niet het bos insturen. Nee. Hoeveel mensen doen er ongeveer mee? Een 150 denk ik nu, ja. Is dat waar je op gehoopt had? Ja, daar zijn we eigenlijk van uitgegaan, de ambitie van 150. Maar wat je wel ziet is dat inschrijvingen, dat komt eigenlijk steeds later op gang. Je hoopt eigenlijk dat als je het vrijgeeft dat mensen al gelijk inschrijven. Maar je ziet dat mensen toch al 1-2 weken wachten om te kijken wat het weer gaat doen. Dat is ook logisch. Ja. Ja. Nou, het belooft dus een mooie tocht te worden. Dus zometeen de opening door. De burgemeesters die gaan het startschot geven. Dus dan, we hebben er zin in. Mooi zo. Ik zou zeggen, geniet ervan vandaag. Dankjewel. Bedankt. Mijn naam is Joeri Minsens, burgemeester van de gemeente Heumen. En ik ben zeer vereerd dat hier mijn collega van het Land van Kuik, burgemeester Marieke Moorman, ook aanwezig is om zo meteen het startschot te geven van deze prachtige loop, run, halve marathon. Jullie gaan een bijzondere route lopen tussen 2 bruggen die in 1940 en 1944 een cruciale rol hebben gespeeld in de oorlogshandeling. En ook dus een cruciale rol in het herwinnen van onze vrijheid. En jullie lopen vandaag ruim 21 kilometer, maar jullie lopen ook met een boodschap. Namelijk, jullie lopen in vrijheid. Niet als een zware last, maar die vrijheid is een kostbaar en kwetsbaar goed. En denk daar vooral aan als je die 21 kilometer loopt, als je het even moeilijk hebt. Je loopt voor de vrijheid en in vrijheid. En ik wens jullie heel veel succes om de beide oevers, de beide provincies en de beide gemeenten op deze manier met elkaar te verbinden. Marieke Moorman en ik gaan zo meteen het startschot geven. We gaan aftellen. En dan wens ik jullie een hele mooie bridge-to-bridge run toe. Dankjewel. 3, 2, 1. We'll be right back.
Oei, sta ik nou... Ja, nu staat u in beeld, meneer. Want u bent hier druk bezig met iedereen aan te moedigen en te klappen voor iedereen. Zeker. Dat is uw taak vandaag? Dat is mijn taak, ja. Oh, kijk. Ja. En... Belangrijke taak, hoef ik niet mee te rennen. Oh, ja. Te ver. En de mensen een beetje de goede richting op te sturen ook nog. Dat is ook wel handig, hè? Oh, oké. Ja. Nou, goed werk, meneer. Dankjewel. Komt de volgende. Lekker bezig. Hey, halt. U volgt de hele route? Nee, zeker niet. Ik ga zo meteen lekker naar huis. Lekker warm. Oké, maar waarom bent u nu hier dan? Nog steeds voor mijn vriendin. Ja. Aha. En wat denk je? Doet ze het goed? Ja, haalt ze wel. Het is nu precies 5 kilometer. Staan we op het goede punt. En ja, ik denk wel dat ze het gaat redden. Ze komt er toevallig nu aan. Oké. Okay. Dus, 5 kilometer. Daar gaan ze dan, de tweede brug over tijdens deze bridge-to-bridge marathon. Nou, de halve marathon. 21,1 kilometer rennen op deze prachtige dag. Mooi hoor. Kijk, daar gaan ze.